Welkom bij Odin en Gevaarte. We hebben vanmiddag Odin Swift gespeeld. En Odin heeft met 2-0 gewonnen. Hoe heb jij de dag vandaag ervaren? Zoals bijna elke zaterdag. Ik heb vanochtend gewerkt. En dat is erg vroeg opstaan. Dat is op dit moment niet anders. En dan ben je met de wedstrijd bezig. En dan leef je. En dat heb ik ook echt getracht deze week. Een hoop mensen eromheen en in de media. Van ja, je moet naar Odin en naar jouw club. Voor mij is dat, dat hoort bij het trainersvak. Zo wil ik het ook helemaal niet benaderen. Ik benader het gewoon als elke andere wedstrijd. En ja, dat het dan bij mij van binnen natuurlijk leuk is als je hier komt. En ja, dat je dan misschien nog iets graag wil winnen die wedstrijd. Ja, dat mag duidelijk zijn. Ja, het mag duidelijk zijn dat wij met... dat niet aanwezig zijn van Jordi TikTok, Kenneth Hulshoff. De onterechte schorsing voor Stefan van Dijk. Dat we op de backsposities alleen Jeffrey nog over hadden. Maar dat doet niks af. We hebben gewoon een tactiek bepalen met elkaar. En die jongens doen stinkend hun best. En dat hebben ze vandaag ook gedaan. Ja, en hebben we gewoon van een ploeg dat heel goed staat, voor elkaar knokt. Met een enorm gevaarlijk wapen waar iedereen wat van kan vinden. Maar als je dat hebt, moet je dat gebruiken. Ja, denk ik dat we misschien wat ongelukkig, maar ik denk ook dat Odin wel de credits moet krijgen. De manier waarop ze het oppakken, dat ze het misschien ook wel afdwingen, die overwinning. Maar het ultieme breekpunt was natuurlijk die bal op de lat. Kijk, die redding van Barry, daar staat hij langer voor. Ik bedoel, de hele week heb hij geen kloten gedaan. Die bal moet hij dan maar pakken. Die keeper van hun pakt de tweede helft, een schot van Bilal, ook fantastisch onder de lat vandaan. Nou, daar staan die gasten voor. Kijk, wij krijgen denk ik 200% kansen. Die kopbal, dat is denk ik de grootste kans van de hele eerste helft. Ja, die moet er gewoon in. Ja, toevallig zei ik gisteren nog, ja, het is niet te hopen dat Jeffrey ook wat krijgt, want dan wordt het wel heel erg puzzelen. Ja, die valt dan na 10 minuten, hopelijk niet zwaar geblesseerd, valt hij uit. Hij had wel wat mannelijker mogen wezen, Mark. Ja, ik heb hem de tweede helft op de tribune zien springen en net in de kleedkamer had hij... muziek aan. Ja. Dus toen stond hij weer te polonaise en te springen. Dus nee, maar gekkigheid. Kijk, wij hadden natuurlijk wel, of hebben wel een probleem op de backposities. Ja, en dan vandaag door omstandigheden lopen ze natuurlijk met een rechtsback die dat vandaag fantastisch heeft opgepakt, moet ik zeggen. Kijk, die jongen speelde de laatste 6 jaar linksbuiten bij LSVV op een lager niveau. En die heeft het de tweede helft best redelijk gedaan, op die terugspelbal na. Ik heb hem ook een compliment gegeven van, nou, je hebt de tweede helft heb je netjes staande gehouden. Maar je ziet wel dat een jongen die zeker nog naar het niveau toe moet groeien. Maar je weet wel dat als er meer ruimtes komen, dan is hij daar niet goed in. En dan kan je daar meer gebruik van maken. En dat hebben we niet, dat hebben we nagelaten. En ik denk dat Odin dat gewoon heel volwassen. Ik denk dat dat vandaag het verschil was. Odin volwassen en echt met elkaar een over mijn lijk mentaliteit. Ik denk dat het in ieder geval de instelling was die je moet hebben om ver te komen. Kijk, ik krijg natuurlijk alle appies binnen en alle dingetjes van alle trainers die over ons wat zeggen. Zijn dodelijk met dode spelmomenten. Kijk, ik heb vorige keer gekscherend op een trainingspartij al gezegd dat die Hulleman, die gooit ze niet van zijn eigen strafschopgebied naar het andere strafschopgebied. Want dan komt hij in het Guinness Book of Records en dan kan hij naar de Olympische Spelen. Ja. Dan kan hij gaan discus werpen of speer werpen. Ja, en na deze wedstrijd toegeleefd, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik gisteravond per ongeluk aan het schakelen was. Toen heb ik 1,5 uur die narigheid in Parijs bekeken. Toen ben ik vanmorgen opgestaan, heb ik de krant gelezen, heb ik het nog een keer gelezen, heb ik de tv weer aan gedaan. En dat was wel een moment waarbij je dus eigenlijk denkt van wat is voetbal dan waard, weet je wel. Dus, ik ben blij dat we gewonnen hebben deze wedstrijd. Maar ik moet zeggen dat ik naar aanleiding van die bellen van gisteravond en vanmorgen, daar heb ik wel even een ticketje van gehad, ja.